het kunstgras. Meneer Wang heeft gezegd, we gaan hier weer op echt gras voetballen. Ja. Daar zijn supporters met name ook ontzettend blij mee. Ja. Maar gaat dat ook echt gebeuren? Dat was een hele goeie. Het leggen van kunstgras in het stadion zal niet het moeilijkste zijn. Dat is redelijk eenvoudig trainen, maar het effect daarvan is dat de BVO hier niet meer kan trainen. Je bedoelt het leggen van echt gras? Van echt gras, sorry. Ja. Het leggen van echt gras is niet het moeilijkste. Maar de BVO moet elders gaan trainen, want dat veld mag je maar beperkt belasten. Tweede elftal mag je niet meer voetballen. Vrouwen mogen je niet meer trainen, die ook hier dagelijks trainen. Dus het heeft nog wat voet in de aarde. Er zal een andere locatie gevonden moeten worden voor de BVO. Daar hebben we de gemeente mee nodig. En dat loopt, maar dat is niet heel simpel. Want? Nou, zo'n locatie vinden is niet simpel. Nee. Die naar ieders zin is. Dus dat zit er voorlopig nog niet aan te komen. Nee, want meneer Wang had als doelstelling volgend seizoen. Ja, dat kunnen we vergeten. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Goed. Of er moet een wonder gebeuren. Maar